En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Wat minder leuk nieuws, jullie zien het aan de titel. Wat moet ik ervan zeggen? Een verschrikkelijke brand vandaag in Europa Park. Een van de grootste pretparken in Europa, in Duitsland precies te zijn. En daar is dus een hele grote brand geweest. Het Scandinavische gebied schijnt het te wezen. En het Nederlandse gedeelte is gewoon helemaal afgebrand. Er is een of andere piraten, Dark Ride, is daarbij verloren gegaan. Een hele grote brand met enorme gevolgen. Ik zat net de video te kijken van DaVinci Games. En Hessel, de vriend van Vincent, die had het erover dat het ongeveer te vergelijken is met een voetbalveld of 5-6. Die compleet verloren gegaan is. Ik plak de foto's hierbij. Dan kunnen jullie wat beelden ervan zien. Een enorme brand, echt verschrikkelijk. Jeetje, het is gewoon echt in en in triest. En er is gewoon niks tegen te doen. Brand is eenmaal onvoorspelbaar. Ik heb wel gehoord dat de brand nu inmiddels onder controle is. Maar het is echt een enorme brand. Is het, zoals jullie in de foto's kunnen zien, is het een enorme brand. Alles is bekend verwoest. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, geen gewonden. En ja, het is een attractie, dat wel. Maar het is gelukkig geen persoonlijk leed. Een brandwond, een brandwond kan je nog kan je niet meer herstellen. En een attractie kan je wel herstellen. Maar het is een hele trieste aangelegenheid. Is het een van de grootste parken, pretparken. En een van de grootste pretparkincidenten in de afgelopen tijd. Een van de grootste pretparkincidenten is het gewoon. Het zal helemaal opnieuw moeten gebouwd worden. En ik leef in ieder geval ontzettend mee met de medewerkers van Europa Park. Want het is toch een attractie bouwen is toch een levenswerk. Er gaat een hele hoop tijd en energie gaat erin zitten om zo'n attractie te bouwen. En het is echt detailwerk. En als dan hun attractie weg is, dan ja, het is gewoon echt zeer en zeer triest. Het is echt verschrikkelijk. Ik weet niet eigenlijk meer wat ik over moet zeggen. Maar het gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik zat eigenlijk nog eventjes lekker filmpje te kijken. En toen was de video afgelopen. En toen zag ik een volgende video staan. En er stond ineens op brand bij Europa Park. En dat is toch wel schrikken. Dat piratenattractie, die is dus helemaal weg. Je kan het een beetje vergelijken met het Carnaval Festival in de Efteling. Als zo'n attractie in de brand staat en alles is weg, dan is het een enorme impact op het park, op de bezoekers. Ik ben echt blij dat er geen mensen gewond geraakt zijn. Themagebied Noorwegen zou ernstig beschadigd zijn. Nederland is verloren gegaan. Themagebied Nederland, Holland. En het is echt het is echt verschrikkelijk. Duitse themapark, naar eigen zeggen, het grootste van Europa, werd in 1975 geopend.
en bevindt zich zo'n 50 kilometer ten zuiden van Straatsburg. Het trekt ook heel veel Nederlandse bezoekers. Kijk gelijk eventjes naar wat beelden, naar wat informatie over het park. Een verschrikkelijke brand. Echt verschrikkelijk. Ik zie hier ook foto's voor me. Het is echt een enorme brand. Ja, het is brand die brak uit rond 6:50. Brak de brand uit. En inmiddels is de brand onder controle. Schijnt de brand onder controle te wezen. Heel veel sterkte Europa Park. Ik hoop dat jullie zo snel mogelijk alles weer opbouwen wat verloren gegaan is. En dat dit zo snel mogelijk weer in orde gemaakt wordt. Het zal wel een heleboel werk zijn om dit allemaal weer op te bouwen. In ieder geval wens ik Europa Park heel veel sterkte. Nou, dit was even deze vlog. Laat even een berichtje achter in de comments wat jullie ervan vinden. Ja, zwaar kloten natuurlijk. Het is gewoon zwaar balen dat dit gebeurd is. Maar laat even een berichtje achter in de comments. En dan zou ik zeggen tot de volgende vlog, jongens. Ja, ik kan zeggen doe een duimpje omhoog. Maar dat is bij deze is dat niet echt gepast, vind ik. Dus tot de volgende vlog, jongens. En tot ziens allemaal. Bye bye.